We spreken hier een mengeling van Frans en Nederlands. Ik hoor ze Nederlands goeiedag zeggen. En als je iets koopt, je bestelt wat, gebeurt dat in het Frans. Grote kaart van de regio meegenomen, een zeer gedetailleerde wandelkaart. Nog een folder van een abdij, maar die ligt zuidelijker. En we kregen een brochure met gedoogde en officiële camperstops, campings en andere parkings voor campers. Zo, terug in Crazy Daisy. Frans, België en de provincie, oh ja, en Luxemburg, maar België, alleen het stuk Ardennen. Het gaat tot en met Luik en Namen. Mijn assistent Gérard, dat zal het u even tonen. Alle bosgebieden, wandelgelegenheden, parkings, die parkings zijn natuurlijk heel belangrijk voor ons. We staan erop, dus we gaan hem zo even bestuderen. Dan heb ik nog dit gekregen. Parkeerplaatsen voor motorhomes, campings en andere parkeerplaatsen in de provincie Luxemburg. En hier heb je waarschijnlijk bij forêtandiertourisme.be een online versie, dat hoop ik. Right, en dan kregen we dit mee. Orval. Een abdij, dat is een gedeelte wat gerestaureerd wordt en een gedeelte dat open is voor het publiek. Orval in heel België. En info. De route. Contact. Nou, dan gaan we eens even kijken of hier inderdaad plekjes staan. Dit is van de brochure. We proberen onder de bui uit te rijden, dus dat betekent naar het noorden. We hebben nog steeds geen goede road atlas, maar we gaan even de kaart bekijken. En we komen terug met een besluit. Van Neufchâteau rijden wij. Sla over 500 meter rechtsaf naar de La Bataille. Nou, hoe verliezen in ieder geval die richting op. Hopend dat we uit de bui rijden. Dat is eigenlijk het grootste doel. Dan lekker ergens even picknicken. Het voetbal is ook over. Hier is Midget Golf. Het is op zich wel een grappig park hier. En ik denk dat daar die centrale, die hal daar, dat je daar verschillende sporten kunt bedrijven. We zouden vandaag sporten. Nou, dat willen we nog steeds, maar dan moet het niet van dit soort weer zijn. Anders worden we nat. Als we elke keer als we naar de wc gaan, worden we al nat. Fijne lekkage in de bergversnelling. Onze grote vriendin kan dit gewoon. Deze kaart is 1 op 135.000. Dat is niet veel. Deze kaart, daar kijk ik niet op gelet. Ik ga even kijken. Dat daar is 20 kilometer, dus dit is waarschijnlijk een kaart van 1 op 200. Dus dan is die redelijk gedetailleerd. Jee, we kunnen. Hoepie. Ontsnappen. Nou, hopen dat we ook nog ontsnappen aan de regen. Het zou fijn wezen. Op de rotonde de eerste afslag naar Avenue de la Victoire. Dat waren we ook van plan, lieve meid. Want dan gaan we richting Luik. Liège. Kijk nou, die parapluutjes. Verwachten ze regen? Langs de Oertre, die loopt hier links van ons. Daar was er een glimp, daar nog een glimp. We rijden naar, onder een viaduct, dat is de E25 door. Ja, hadden we ook kunnen lunchen, maar iets minder romantisch. Hier is trouwens ook best wel een slaapplaats. Als je
dat zoekt. We zitten nog steeds op de Rue de la Roche, noemt ze dat. Op deze, de N68 is dat. We rijden van Houffalize naar de stuurdam van Nisramont. En dan zitten we vlak bij La Roche. La Roche-en-Ardenne is een... toch wel een toeristisch plaatje geworden, maar het is wel heel charmant. Heel charmies, wou ik zeggen. Heel charmant. Bij de stuwdam van Nisramont wordt een camperplaats aangegeven. Daar hebben we vorig jaar gestaan. Maar het is een parking, het is geen officiële. We zijn er vlakbij. Rij 7 kilometer op N860. Fotograferen. Zacht. Gewone auto is al weggezakt in de blubber. Maar hier hadden we misschien wel een plekje gevonden. Erg leuk, maar... Je hebt hier dus een visvijver. Aha. We zitten daar. Oh nee, dat zijn plekken waar je kan vissen. En wat voor soort vergunning je misschien nodig hebt. Voor je dag. Crazy Daisy. Geer heeft geprobeerd de plaat te kitten, maar het is nog te vochtig. Het is wel allemaal ontvet. Gelukkig is het lichter aan het worden. En daar gaan we weer. Nou, we hebben ontdekt met het buienradar dat we hier moeten blijven in deze streek. Boven ons en onder ons gaat het knallen, maar hier niet, zeggen ze. De allereerste thriller speelde zich voor een groot deel af in Dardenne. Vluchtspel. Man, wat mooi. Hier is het. Het is inderdaad hetzelfde. Nisramont. Nou. Zo te zien hebben ze ook het asfalt vernieuwd sinds vorig jaar. Het is heerlijk wandelen hier. En je kan daar achter heb je een soort inlaat. Daar kan je het water in. Een soort aflopende steiger. En dat is het mooiste wat er is. Zo'n grote waterpartij die zo naar beneden zo niet het. Dat buldert. Het is weer heerlijk rustig. De vorige keer waren we hier ook met een ander. Ze hebben het hele terrein omgegooid, zie je dat? Want het waren twee grindterreinen. Twee grindbakken, ja. Ja, en dit is super. Grindbakken. Ja. Nou, we hebben weer een plekje voor de nacht. Helemaal goed. Weer staat er niet officieel campingcar. Het is geen officiële camperplaats. Maar zo te zien hebben ze wel, met de lengte van de parkeervakken, rekening gehouden met campers. We hebben weer een plekje. Nisramont. Nou, dat was vorig jaar ook een prima ervaring. Dus, 2013, een beetje oud. Nou ja, maar goed. Het is Motorhome Guide. Hij staat dus wel in verschillende gidsen. Dus hier wordt het in ieder geval geaccepteerd. En het is zelfs verbeterd voor campers. Nou, dat is perfect. Nee, kleine sodemieter. Hij loopt de boel echt een beetje te bekijken zo. Nisramont, een onofficiële, maar door de Belgische autoriteiten gedoogde camperplaats. Want overal zijn stickers dat hij in gidsen staat. Volgens mij heeft de NKC hem ook.
Voor vandaag hebben we weer een doel bereikt, een zwerfdoel. Geertje die gaat nog wat spannends op het dak doen. Heeft hij kit gepakt? Netjes. We kunnen hem nou misschien inderdaad dicht spuiten. Mijn kit spuiten, die ging de gereedschap. Ik pak hem wel. Ja. Gaan we doen. Dat betekent de halve bank verbouwen, maar dat geeft niet. Gerard, de dakkenchirurg. Gerard, de dakkendokter. Dat heeft hij gisteren gekit. Dat heeft goed gehouden. En daar, die zijkant, zeg maar dezelfde als deze zijkant, die lekt. Dan gaat hij hem helemaal rondom spuiten. Hij neemt alle schroeven mee, alles. Hij neemt zelfs het dakraam mee. Niet zo warm. Nee. Nou, chaos. Ik heb maar een paar stoelen buiten gezet. We gaan weer. Wat blij ben jij. Oh, zo blij. Oh. Ja, die gaat. Wat vind ik? Kom weer. Ook een likker. Bedankt, hè. Yay. Oh, joi, joi. Hij is zo blij. Hij is zo blij dat hij weer mee mag. Nou. Het zonnetje schijnt. En zolang het zonnetje schijnt, blijven we lekker zwerven door de Ardennen. Hoewel we wel naar het noorden optrekken, zachtjes. Ik denk dat het niet heel lang duurt voordat het gaat regenen. We rijden wel een beetje naar de wolken toe, maar ons kan niets meer gebeuren. Vannacht heeft er niks gelekt, hè? Ondanks de regen. Het heeft best wel even geregend. Dus we gaan ervan uit dat dat voor elkaar is. Met onze Geren met zijn toverhandjes.
is even klimmen, maar dan heb je ook wel een gratis plekje. Heel rustig. Langs de rotsen. We zijn de Roche gegaan. Voor het marktje. En daar hebben we heerlijk. Dat was mooi. Verse basilicum gekocht. Nou, rijden we van La Roche weg. Dit is een van mijn favoriete routes. Als ik het over Ardennen heb, dan voel ik dit soort routes in mijn bloed. Ah, dan bedoel ik dit. Van die kronkelweggetjes. Echt geweldig.